Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe GTA video. We zijn er weer en we gaan vanavond weer GTA spelen. Ik ben samen met Robby. Zo. En ik ben samen met, ja, het al vrijen, Ramonski. Jazeker. Hij is er weer, hè. Niet zo enthousiast, hoor. Niet zo enthousiast, Ramon. Beetje beperkt blijven, hè. Een beetje beperkt blijven, Ramonski. Want, godzijdank, Dikkie, mijn man. Blijf nou eens een beetje beperkt. Ja, dat zijn we allemaal. Ja, we zijn allemaal een beetje beperkt, hè. We zijn allemaal een klein beetje beperkt, hè. Mooi, ja. Mag ik? Ja, ja. Ja, ja. Ja, Ramon zit erin, hè. Ramon, dat is niks aan. Ramon zit heel de tijd van 66 springen, hè. Nee, hij zit nou bij mij. Ah, hij zit nou bij mij. Je kent hem nou toon. Nee, dat is iemand anders, hè, een droeftoeter, hè. Nee, Ramon zal niet hebben gezegd dat hij bij jou zit. Nee, hij springt steeds van 66. Ja, joh, ik heb voor van 66. Hij hopt graag, hè, van de ene sessie naar de andere sessie. Hij hopt graag. En hopen dat hij doet. Toen ik bij de eerste moment in de sessie kwam, toen was ik niet in de goede sessie. Ah, hij zit graag toch op. Hij hopt hem. Hij hopt erop los. Het is gewoon een oude hopper, is het gewoon. Nou, mooi dat je mij die invite kunt sturen, had ik nou al bij je gezeten. Ja, dat weet ik. Maar ja, jij ging weer gelijk offline. Ik had je eindelijk gevonden. Toen zeg je, ja, laat maar. Bart, ik sta online, hoor, nog steeds. Sta je nog steeds online? Ja, maar ik zag disabled, zag ik. Oh god, nou, ik heb weer droeftoeters. Waar zijn die droeftoeters? Oh, daar staan die droeftoeters. Wacht heb even hoor. Panische oh ja hoor, gelijk alweer drieën. Wat een sterren. Tuurlijk, er gelijk de politie op het dak. Ja. Hier, vuile paardenlul. Hier staat je. Staat je droeftoeters? Hier, oh. De toeters zijn dan. Zal maar zeggen. Oh, gut, die had ik mooi. Let me ask you. Oh, gut. Bel nou even Lester. Doe het even Lester bellen. Ja, doe het even. Goed zo, zit gelijk even die auto weg. Ja, god, zie weinig heb je daaruit. Ja, remove. No problem. I'll get him off your back. En de politie is weg. En de politie is weg. Oh, ik ben. Oh, hij is weer dronken hoor. Hij zit weer heel moeilijk te rijden. Oh. Maak weer een hele rare bocht, maak ik weer. Oh, wat een droeftoeter. Jatsu, hey, Rob zit er ook bij hoor. Robby Ronald. Zo, hallo. Wil je me ruitje erin laten zitten? Doe het een opa voorstellen. Godverdorie, mijn ramen staan te trillen hier. Wil je dat nooit meer doen? Nee. Zo, hallo zeg. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hallo allemaal. En fijn dat je er bent. Ja, mooi. Fijn dat je er bent. Ermon is een oude vent. Ja, la 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 la. En fijn dat je er bent. Je bent een oude vieze vent. Eeuw. Je bent een oude vieze oude vent. Eeuw. Klap met je handjes en doe maar lekker fijn.
En zijn we toch blij dat jij er weer bij bent. Daar gaat ie. En af en toe dan neem ik... Nou. Mooi, Mooi, hè? Heb jij weer gemist, hè? Oh, is dat shake hier? Zei je mami ook. Zei je mama ook, hè? Zei je mama ook. Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Nou, laten we wat anders zeggen. Hallo vrouw. Hallo vrouw. Oh nee, dat kan ik niet zeggen, want anders zeggen ze weer dat ik dat kopieer, hè? Dat ik een kopieerder ben. Hè? Ja, ik ben tegenwoordig gekopieerder. 2.0 ben ik, hè? Ik ben een 2.0. Dat is niet gek, hè? Ja, en de groet van Ruud. Ruud zei al een minuut. Nou, 12.49, dat is nog netjes, hè. Mooi, hè. Dat is niet niks. Ja, alweer 4 miljoen bij elkaar gespaard, jongens. Ik heb alweer 4 miljoen bij elkaar. Zo. Dat is niet verkeerd, hè? Dat is mooi, hè? Ja, Ramon, 4 miljoen kopen, 4 miljoen hebben. Ja, nee, sorry, dat gaat niet gebeuren. Ja, ik heb de laatste tijd helemaal niks gekocht, joh. Ik koop helemaal niks en ik doe alleen maar sparen. Ja. Dus ik kan lekker wat geld heb ik nou al bij elkaar gesleurd, hè? Super. Oh, godverdomme, gaat hij weer zo'n mitrailleur erbij pakken, die Ramon? Wordt hij weer agressief, hè? Waarom moet je nou weer gelijk je mitrailleur erbij halen? Waarom nou weer gelijk zo agressief, Ramon? Schijt daar nou eens mee uit. Ram, voogd, en die wordt niet geloofd. Of die wordt altijd geloofd. Nee, die wordt niet geloofd. Ja, en als hij bij de tandarts zit, is het Ramon verdoofd, hè? Ja, en als Ramon zijn kop kwijt is het Ramon onthoofd. En als hij stoofpuntje klaarmaakt, dan is het Ramon stoofd. En als hij zegt dat hij vanavond gaat GTA, dan is het Ramon beloofd. Ja, daarom, dat gaat weer. Ook precies vanaf dat weer. Dat schiet het toch weer. Dat schiet het toch weer ook. Tuut. En de groeten van Ruud. Alle minuut. Ruud, alle minuut. Ja, ook. Ruud zei alle minuut. Tuut, zei Gemoed. Tuut, zei oma Ruud. Dat is niet niks, hè. Dat is niet niks, hè. Nog 5 kilometer. Nou, ik ben al gelijk een autootje aan het wegbrengen, hoor. Mijn eerste weer van vanavond, hè. Even checken. Ja. Zo. Hebben ze pilletjes voor, Rob? Oh ja, die werken bij jou niet meer, hè? Die pilletjes zijn. Heb je Ramon?
heb Rob al een paar keer uitgeprobeerd, maar die pilletjes te werken bij Rob niet meer. Werk bij Rob niet meer. Nee. Hij is reddeloos verloren. Ja. Ja. Jij. Jij. Is niet gekregen wat Toppie-joppie. Ja man, Toppie-joppie dat het is, jongen. Het is helemaal Toppie-joppie, hè. Hey Ramon! Tut. En de groeten van Ruud. En die zijn al een minuut. Waar is Ruud? Ik zie hem niet. Ruud de put. Ruud de tut. Oh! Tut. Nou? Nog drie kilometer, dan ben ik er weer. En dan? Nou, dan heb ik weer lekker 100.000 erbij. Lekker geld verdienen in het spelletje. Als je slaat wel lekker op zijn tijd, maar tegenwoordig heb ik dit keer niet in huis. Dat is veel te doen. Ja, zaag. Dat doe je toch niet. Ik heb volgens mij nog slaan in huis. Dat doe je toch niet. Ja, en de eerste 100.000 is er weer bij, jongens. Voor deze avond. Lekker hoor. Hoppakee. En weer door. En de lavanya die moet je nog vergeten. Zeg je nou, heb je salami opgegeten? Ramonja. Ramon, ja. Oké, we did. Hallo. Wat is het? Superieur, interieur, dictateur. Dictateur, wat gaat thuis? Zo komt u wel weer, hè? Tante Ramon. Tante Ramon. Nee, jij niet. Jij bent Tante Ramon, ja? Niet zeiken. Jij bent gewoon Tante Ramon, ben jij. Hè, Tante Ramon. Tante Ramon. Tante Station.
Ja, dat is het. Ja, we zeggen nou, sta je stand op het station. Nou, dan moet je eens even wat station afhalen. Ja, dan moet je dat een beetje alleen. Dat zou het lezen zijn. Ja, Ramon, hou je tand even van zijn zon af. Je gaat dat arme vrouwtje toch niet laten wachten, hè? Nee, vind ik ook. Ja, hij zegt, mijn tante staat op het station. Maar dan moet je even van het station afhalen, hoor. Ja, toevallig ben ik van mijn tante dat ze toch wel thuis en als er zoveel stations zijn, dan is mijn oom nog die haar nog ophouden. Nou, zeg, dat doe je toch wel eventjes. Oh, dus als het aan jou ligt, dan laat je gewoon je tante staan daar zo. Ja, schandalig. Oh, schandalig hoor. Ja, als je... Ik zou ze niet laten zeggen dat ze niet, maar kijk, als we oom dan niet thuis zitten, dan zou ik ze wel ophouden als het echt zou uitkomen. Oh, dan wel. Dan weer wel, dan wel. Ja, maar als het hem uitkomt, zegt hij dan. Nee, ja. Poetier. Bam, en weer de poetier dood. Ik zou ze dan wel sowieso ophouden als we oom dat niet kennen. Als we oom niet... Dan pas. Als we oom zeggen van, goh... ik hou er zelf wel op, dan is het eigen dingetje, maar als ze het eigenlijk hebben van te doen, dan denk ik het wel. Ja, allemaal smoesjes. Allemaal smoesjes. Ramon, dat zijn weer allemaal smoesjes. Dat is echt, hè. Dat zijn weer allemaal smoesjes. Allemaal poesjes. Ja, poesjes, dat kan ook. Het zijn allemaal weer poesjes, ja, smoesjes. Ja, als het een poesje is, dan heb ik liever een koekjes om. Ja, dan gaan we eens even aan het rad draaien, jongens. We gaan weer even aan het rad draaien. En wat krijgen we vandaag? Wat krijgen we vandaag? De 15.000 krijgen we aan muntjes. De 15.000 aan muntjes. Ook wat kleding. Nee, 15.000 chips. Maar daar heb ik niks aan, dus dan gaan we gewoon eens even trade in chips doen. En zo. Heb je geld? Hè? Heb je geld? Ja, daarom. Dat heb ik liever. Ik heb er liever geld voor dan dat ik een muntjes voor krijg. Moet ik naar mijn muntjes? Dan kan je helemaal niks met mijn muntjes. Hoppakee, gewoon even... Ja, als je in de casino kleding wil kopen, dan moet je wel muntjes hebben. Ja, nou, wat moet ik nou met muntjes, man? Wat moet ik nou mijn kleding? Ik wil helemaal geen kleding. Ik heb toch kleding aan? Ik heb geen kleding nodig. Misschien krijg je andere kleding van ook wel. Ja, sekskleding. Wat zeg je nou? Hé, wat zeg je nou allemaal? Ja, Ramon, wat zeg je nou? Wat zeg je nou, hè? Ja, ik zei heksenkleding. Heksen? Ja. En we door. Hoppakee. En weer de portier dood, jongens. Alweer. Ja, ik heb de portier alweer neergeknald, hoor. Dat vond ik leuk, hè? De portier even neerknallen, hè? Dat doe je wel vaker, hè? Ja, we gaan even headhunteren, jongen. Even wat geld. Even wat extra doekoe, hè. Extra doekoe erin. Hiero. Dat was een. Dat was eentje. Dat was tweetje. Hey Ramon!
van de krijg een koppel hete luchtballon. Ja, goed. Dan wordt het ook nog niet best niet meer. Nee. Ramon krijgt een kop als een hete luchtballon. Dat wordt alleen niet meer in maar. Ramon krijgt een kop als een hete luchtballon. Nee, dat kan niet, dat deed hij al. Oh. Heb ik niet gezegd, daar heb ik niet gezegd. Wat zeg je nou over een gebouw? Je bent vlak bij een target van mij, Robbie Bobby. Je bent vlak bij een target van mij. Je bent vlak bij een targetje. Hier, weer een target kapot. Weer een target naar de klote. Weer een target. Oh, die zit weer in dat gebouw, denk ik. Is mooi. Oh nee, die zit niet in het gebouw, die zit daar zo. Joehoe. Boom. En dat waren alle targets. En weer 21.000 erbij, gezellig. Hoppakee. Ja, lekker. Lekker. Ramon, die zit weer in zijn gebouw. Oh, dan zit jij in je gebouw. Ja, ik ben een liefste man. Ja, jij zit in je gebouw. Ja, in je blauw. Op deze moment ben ik even op de moed aan het rijden. Moet je geen geld verdienen? Ja, oké, dat gaat ik even zo doen. Ja. Even langs het casino. Ik ben weer volop aan het geld. Ik ben weer volop geld aan het genereren hoor. Ja, dat is niet verkeerd, dat is mooi hoor. Dat is niet te zien, dat is ook een studio. Maar die willen ze slecht ook. Even kijken hoe ver mijn. Oh, ik ga dus even kijken hoe ver mijn. Nee, dat is mijn wapending. Ik ga eens even kijken hoe ver mijn kluis is. Hè. Hoe ziet mijn kluis er eigenlijk uit, jongens, in mijn casino? Ja, of in mijn. Wow, ja, die zit al lekker vol hoor. Die zit al lekker vol. Maar ik heb nog twee. Ik heb nog twee treetjes. Die kunnen daar kan nog wat geld in. Niet gek, heel goed. Ja, ik zie aardig wat pakketjes geld leggen. Ik zie wel aardig pakketjes geld leggen. Hoppakee, lekker hoor. Ziet er goed uit. Het onderste zit bijna helemaal vol. Mm-hmm. Echt waar, ik denk dat ik nog nooit zoveel geld op de bank gehad heb. Nee? Nee.
En al die tijden dat ik speel, daar had ik altijd wel weer van, nou, dan ga ik wel weer wat uitgeven, weet je wel. Dit is voor mij echt wel, ik ben nou echt goed bezig. Ja, mooi jaar. Mooi jaar. Toppie, toppie. Nou, en elke maand krijg je er weer een miljoentje bij, dus dat is ook wel weer lekker. Ja. Dat is wel dat niet verkeerd. Dus jij moet ook wel, jij moet in ieder geval ook meer dan een miljoen hebben jij, Ramon, nou, op de bank. Ik heb er maar nu natuurlijk met heb ik dan 4,18. Ja, 4,18. Ik zie je dan in het spelletje of het scherm, zie je dat geen komma is. Ja, dat is dan. Nee, die staan inderdaad in komma's. Oh nee, dat klopt daar. Want dan zie je zeg maar bij die dollars, of dat is een tikketje, zie je zo'n... Ja, dan moet je even bij de meetbank even kijken. Ah ja, dat is misschien een beetje... Dat is het ook makkelijker, ja. Ja, bij de meetbank moet je even kijken. Zie de komma's wel erbij staan. Want daar staan de komma's er wel bij. Ja, dat zit er wel op je... Dan moet ik even zeggen. En dan doe ik steun. En naar meetbank. Deposit. Nee, niet over. Oh ja, ik zie dat bij accountbalans zie ik het zo. Dan zie ik 4,183,900. Oh, kut, dat is het. Ja, dat is ook 4 miljoen. Ja, dat was een beetje. Zo, dan heb je ongeveer evenveel geld als ik. Ja, dat was een beetje. Ja, dat is een beetje. Dat schitterend. Wacht even, ik ga even weg. Dan heb je ongeveer evenveel geld als ik. Ja, dat is natuurlijk wel mooi in de kant. Dat is een beetje. Ja. Gewoon proberen nog meer erbij te krijgen. Hoe meer beter. Ja, hoe meer geld je hebt, hoe beter het is. Dat ik nog oneindig geld heb. Ik zeg maar voor de grap. Hoppa, zo, ik trek hem er zo uit. Ik zeg maar zo. Hoppakee, en geen repairkosten. Lekker. Zo dan. Ik moest die auto, moest ik wow, wow. Ik moest die gozer, ik moest de achtervolging doen. En ik had die oppressor, dus ik heb even versnellen, ik zag ergens een motor staan. Daar was ik op geklommen. Maar op een gegeven moment stond hij stil, toen ben ik gewoon uitgestapt. En hoe heet dat, de deur open gedaan, ik heb hem er gewoon uitgetrokken. Dus repair kostte nul. Kijk, daar doen we het voor, hè? Ja, dat is mooi, hè? Beter goed dingen als anders hebben, hè? Nou, op mijn gemak hier even die auto wegbrengen. Dan is het maar op zo'n goed kantje. Maar hoeveel zei je nou dat je had? 4, komma? Oh, ik ga even zappen voor deze. Ik heb... Hoeveel kommetjes heb je staan, Ik ga kijken of ik zie dan dat ik met zie ik dan 4,183,938. Ja, dus je hebt ook 4 miljoen. Ja, heb je ook 4 miljoen. Ja, ik heb iets meer, want ik heb bijna 4,5 heb ik nou. Hij heeft iets minder dan mij, want ik heb 4,40 heb ik. Nou. Hij heeft 4,10. Dat is ook misschien. Dat is misschien niet te veel naast zitten, misschien of zo. Nou ja, ik heb 30 of 300.000 meer. Ik sta bijna op 4,5. Ja, ik heb bijna 4,5 miljoen heb ik. Lekker hoor, hè? Lekker geld verdienen hoor, lekker man. Kun je dadelijk lekker leuke dingen doen. Ja, precies, dat is mooi wat ik maak. Dat vind ik wel weer op zo'n. Beter. Ik hoop dat er weer een keertje nieuwe autootjes komen of zo. Dan kan je eens even zeggen van, hey, dat is wel een leuk dingetje, die ga ik wel even kopen. Ja, dat vind ik wel weer een. Daar heb je nou geld genoeg voor. Ja, maar dan heb ik meer wat goed zeggen. Want als ik nog iemand heel veel meer kan, dan kan ik ook weer een nieuwe garage erbij hebben of zo, of misschien wel. Ja, dat kan ook, een nieuwe garage erbij en zo. Of een mooi autootje kopen.
Of dat er bijvoorbeeld die garage neemt waar je veel meerdere auto's in kan zetten, zeg maar, goed. Oh ja, die heb ik al allemaal. Ja. Die heb ik allemaal. Ik heb alle garages heb ik al. Ja, dat is alleen moeite van zo'n zin. Dat is ook niet verkeerd. Hoppakee, en repairkosten 0. Lekker. Hey, Rob. Repairkosten 0. Nou, dat is mooi. Ik heb er bijna 1300. Zo. Dat is ook niet veel. Dan heb dingen zo aardig wat geld al bij elkaar gespaard, Ramoski. Ja. Ben je ongeveer net zo rijk als ik. Dat zou ik niet kunnen weten. Ja, dat is toch lekker. Ja, ik ga nu nog even nog niet echt iets kapot, dus ik ga gewoon. Nee, ik ook niet. Ik ook niet, want ik ga ook nog eventjes sparen. Voorlopig ga ik niks kopen. Ik ga alleen maar zoveel mogelijk geld op de bank zetten. Dat ik zoveel mogelijk doekoe heb. Dat zijn maar hele dingen. Als ik de dingen ga kopen, ja, dan wordt het er niet echt een beetje op qua natuurlijk. Het is die kost misschien wel de dingen. Neem me maar aan mijn misschien niet. Vorig jaar ook nog genoeg uit. Doe dit maar niet even kijken. Even checken. Wat doe je? Ah, ik moet even 1,5 minuut wachten, hè? Dan kan ik weer een nieuwe auto wegbrengen. Lekker hoor, lekker, lekker, lekker. Top range. De top range. De top range. De E31. De E31 dat het is. Lekker hoor. Lekker, 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 lekker. En hij komt op 15,3 km. Oké. Heb ik jou niet weer even weer een bedrag gehad, zo weet je iets van iets. Concreet is een beetje van 15.000 tips of zoiets. Ook niet goed. Een beetje iets van iets van. 1500 chips gewonnen. Ja, die kan je, moet je naar de kassa gaan, hè? Dan kan je ze omzetten in geld. Oh ja, dat is een beetje. Als je de kassa wil, dat zou iedereen nog een beetje weten. Dan kan je ze omzetten in geld. Dat vind ik wel weer leuk. Ja. Ik check. Even checken, zo gepiepen. 4, 3, 2, 1, 0. Juist. Hier ziet dan met acquire chips. Of je ziet treden in chips. De tweede. Treed in chips. De tweede is het. Oké. En dan moet je nog. Er zijn zoveel getallen. Nee, dat is volgens mij ook iets. Hey, dan druk je de druk als goed 3 keer, dan kan je alles in 1 keer. Ja, je moet gewoon op dat knop blijven drukken tot je niet verder meer kan. Ja, precies. Nee, want als je moet op de 3 drukken, dan krijg je het vooral in de volledige draf gelijk. Oké. Oh ja, ik heb dat voor elkaar gekregen, dat is mooi. Ik heb het wel gevonden, dat is mooi. Dan gaan we een stuk sneller met inruilen. Ja, dat schiet het alweer. Ja, mooi hè. En wat is dan die visitor bonus? Visitor bonus? Bonus? Weet ik niet. Limo. Juist, oké. Huppakee. Ja, doe jij het maar even checken, Ramon. Ja, check jij het maar even. Check jij het maar even, Ramonski. Ja,
Even checken zo goed. Okay, after what we put into this one, we don't want it to go wrong. Take Het is maar 6 kilometer rijden. Het is maar 6 kilometer rijden. Is maar 6. Ja, maar 6. Ja, het is maar 6. Je bent er zo, hoor. Je bent er zo. Ja, je bent er zo, joh. Je bent er zo, joh. Je bent er zo. Een nieuwe headshot. Een nieuwe headshot. Een nieuwe headshot. Weet je wel, een stukje wat je uitschuift? Ja. We zijn helemaal afgebroken. Ah. Arme jongen. Dat is vervelend. Arme jongen toch. Ja. Maar weet je waar ik toen net aan zat te denken, Rob? Nou. Als wij nou weer een keer naar de Efteling. Zo lap. Als we nou weer een keer naar de Efteling gaan. Waarom ga je niet een keertje mee met Yvonne? Lekker naar de Achterling. Ja, dat zat ik eigenlijk aan te denken van waarom ben jij eigenlijk nog nooit mee geweest met ons, joh. Het is best leuk hoor. Het is best leuk hoor. Hè? Yvonne zou het ook van, dan ga je een keertje met die gasten mee. Ja, nou Yvonne mag ook wel mee hoor. Nou, dat zijn wel niet zo, dat wij man onder elkaar zijn. Oh, man onder elkaar. Nou, dan ga je een keer, gewoon gezellig, mee. Ga je gewoon een keer gezellig mee. Gaan we een beetje lachen, een beetje... Nou, het is altijd humor, altijd. Het is altijd leuk. En we hebben weer een plekje over in de auto, hè. Dus we hebben toch iemand die nooit meer meegaat. Oh, we hebben zelfs twee... We hebben zelfs twee plekken over in de auto, want die andere die gaat ook bijna nooit meer mee, hè? Hé, Ramon! Maar de Efteling gaat sowieso mee, hoor. De Efteling gaat sowieso mee. Ja. Wat was de Ja. Nou, en dan gaan we naar afloop. En dan gaan we naar afloop. Gaan we meestal altijd even lekker eten. De ene keer gaan we naar McDonald's. En de andere keer gaan we. Oh, je bek nou eens eventjes. Zit hier godverdomme de hele tijd doorheen te lullen, die Ramonski? Ja, Ramons. Hou je mond nou eens even. Ik probeer even wat te vertellen. Ja? Zit je weer doorheen te lullen? Ja, nou eens even. Blijf tellen je bek dicht. Zo, ik heb gezegd. Nou, de ene keer dan gaan we daar eten, in de Efteling eten. Ja. En de andere keer dan gaan we ook wel eens naar McDonald's. Hallo. Hey, Dinzy! Left. Dinzy left. Dinzy? Ja, dat is die gozer die bij ons gewerkt heeft. Oh ja. Ramon gaat toch nooit mee meer, dus naar Duinrol ging die ook al niet mee. Naar Duinrol is die ook al niet mee geweest, godverdorie. Zo jammer weer, hè. Zo jammer weer, Ramon. Ja, er is er nog een die niet meer meegaat. Hé, Sander! Oh, die droeftoeter. Ramon, hè. Sander, hè, die droeftoeter, hè. Oh, die gozer die...
Oh, die gozer die zegt dat hij geen geld hebt. En dan gaat hij niet mee naar Duinruil, maar ondertussen gaat hij wel een heel weekend met zijn vrienden door top. Hey Sander! Ja, ik kan nou toch zeggen, hij is toch uit met zijn vriendin, dus... Echt? Ja, hij is uit met zijn vriendinnetje. Ja, precies. Hij had met die Celeste al Ja? Nou, dat is uit... Zo dan, niks nog gegaan dan. Ja, nou, ik vind het niet raar als jij zo met je vrienden omgaat, ja. Als je zo met je vrienden omgaat en met je vriendin omgaat, ja, dan... Ja, dan kan je het wel verwachten. Dan kan je het verwachten dat... dat ze dat niet pikken. Ja, dan gaat het een beetje anders ineens in. En dan vraag je af, van denk je nou misschien je hebt niet door of zo, of dat soort dingen. Ja, maar dat is juist een hele grote probleem. Dat kan hij namelijk niet, want het is een droeftoeter. Nee. Ja, precies. Het is een droeftoeter. Dat is juist het grote probleem met Sander. Hè? Sander kan niet nadenken. Daar is hij te dom voor. Oh, zei ik dat nou hardop? Nou ja, hij kijkt tot nooit mijn video's. Dus, hij kijkt tot nooit mijn video's. Ik kan het makkelijk zeggen, hij kijkt tot nooit. Ik zou het wel voor de video's zetten. Ja, maar dat had ik toch nog tijd voor. Kijk, hij kijkt toch nooit. Sander kijkt toch nooit. Ik kan het gewoon makkelijk zeggen. Hij ziet het toch niet. Die droef toet hij. Vermen ze nog ergens, maar ja, dus nou, deze volgende keer als we gaan, dan gaan we, dan gaat Rob mee. Ja. Dan gaan we mee. Ja, en dan gaan we, ook de droomvlucht in en dan zeg ik, de hemel. Nee. Jawel. De hemel. Ja, dat is als we de droomvlucht in gaan, dan is het, en Rob, weet je waar we nou zijn? In de hemel! Ja. Is dat een endreizen? Nee hoor, ik zal er even zijn. Doe mijn ogen even dicht, dan trip ik even. In de hemel! De hemel! De hemel! De hemel! De hemel! Ach, jij nou ook bij. Ja, en je hoort dan bij de Efteling autistisch, hè? Ja, dan ben je wel gelijk lid van de Efteling autist, hè? En de autistische Efteling gang is dat we zijn, joh. Maar ja, je moet nog wel eventjes werken aan je status, want ja... We hebben natuurlijk één opperautist hebben we, hè? Eén opper-Efteling autist hebben we in de groep, hè? Echt hey, toch? Hey, Ramon! Oh. Oh nee, dat is allemaal gelul, hè? Dat is allemaal gelul, hè? Ik heb met z'n pijn zijn er erger. Die doet erger dan ik, hè? Oh, die moet ik hebben, vriend. Ja hoor! En het leukste is, iedereen is anders, hè? Ja, maar jij bent de opper-autist, Ramon. Ramon is de opperautist, nee, hè? De opperheffeling autist, hè? Nee, Ramon is de opperheffeling autist, hè? Hey Ramon! Dat wordt wat lastig, hè? Even volgen we mee. Hey Rob, hij is coulant vandaag. Normaal zegt hij gelijk van ja, dat is wel een slap gelul, hè? Ik heb mensen bij zijn erger dan ik, hè? Ja. Hij is nog rustig vandaag. Hij is nog rustig, normaal gaat hij altijd helemaal uit zijn stekker. En dat is niet waar, potverdorie. Ik heb het aan mijn vader en moeder gevraagd, het is helemaal niet waar. Wow! Allemaal poefjes, kijk eens, hallo poefje. En dat was de laatste target. En 21.500 erbij in de bekende pocket. Mooi hè, lekker hè, lekker weer geld hoor. Hop, en dan gaan we die even gelijk even op de grote bankrekening zetten. Meesbank.com. En dan gaan we deposit. Meesbank.com? Ja, meesbank.com. Oh ja, het is fout, het is mees-bank.com hè.
Ja hoor, en gelijk weer allemaal rekeningen eraf. Natuurlijk, ik heb weer geld gevangen. Dus dan gaan er ook allemaal gelijk allemaal weer rekeningen. Geld gaat er allemaal weer af natuurlijk. Want ja, hè, stel dat je dan het even weer wat geld verdiend hebt, dan moet er ook weer gelijk een heleboel van de rekening af. Hè? Ja, dat hoort. Hoort toch? GTA, hè, GTA. Het is ook een beetje gebaseerd op het echte leven. Ja, op het echte leven. Hè. Geef het een plekje. Ja, je ook dat ding betalen. Ja, geef het een plekje. Ja, maar als je dan die rekeningen ziet, Rob. Stel nou, je komt van je werk af en je ziet allemaal van die rekeningen op je deurmat leggen. Dan denk je ook, maar ja, en dan, maar zeg je dan ook van, geef het een plekje. Daar moet ik nog even over nadenken. Of zeg je van, godverdomme, weer een rekening. Nee, dat is even maar heb je... Dat zeg ik nou wel even. Oké. Ik moet nog even in laten werken. Ja, even in laten werken. Dus als jij thuis komt van je werk en er leggen weer allemaal rekeningen op de deurmat, dat je dan bij je eigen denkt van, geef het een plekje. Geef het een plekje. Nou ja, er ligt dan niets. Als ik het krijg, dan zou ik het geen plekje geven. Als ik het zou betalen, dan zou ik geen plekje. Dan geef ik het liefst geen plekje. Geef nee, maar wel het een plekje als ze mij geld gaan geven. Ja, maar ja, dat gebeurt bijna nooit, hè. Stel dat je geld krijgt. Nee, natuurlijk niet, hè. Je moet altijd weer... Nee, dat is altijd, hè. Nee, je moet altijd alleen betalen hier in Nederland, hè. Nou, je krijgt ook bijna nooit geld een keer terug. En als je geld terugkrijgt, dan is het zo weinig dat je... Dan kan je nog even een bruine boterham verkopen. Geef het een plekje. Stapt hij gezellig bij zijn broer in. Hoppakee. En dan gaan we lekker gezellig naar de Efteling een dagje. Gaan we echt een dagje even lekker plezier maken. Het is altijd leuk hoor. Er is altijd alleen één nadeel is er. Als wij naar de Efteling gaan. Dat die dag zo fucking snel weer voorbij is. De tijd gaat zo fucking snel als je zo een leuk dagje uit hebt, weet je wel. Dan gaat een dag zo vreselijk snel. Ja, dat was Duinrel ook afgelopen zaterdag. Jeetje man, de tijd vloog voorbij. Voordat ik het wist, konden we alweer naar huis. Ja, het is ook anders, hè. Ja. Het is op zich best wel leuk als je er een beetje wat leuks hebt te doen, maar het is ook wel heel interessant wat je ziet. Als je dat zegt, is het net dat we die dingen niet leuk vinden. Maar het is altijd, hè? Time's fly when you're having fun. Yep. Dat is altijd, hè? Time's fly when you're having fun. Dat klopt. De dag gaat echt snel voorbij. Toppie. Even checken zo weer de tuin of niet zo. Even checken. Oh. Ik had wel die auto moeten nemen. Kut, ik heb de verkeerde auto. Maar dat maakt niet uit. Dan ga ik wel eventjes. Pik ik wel even een andere auto van iemand. Pik ik wel even een andere auto. Die bijvoorbeeld. Dat is een lekker wagentje. Geef die auto maar eens even lekker aan, oma Marco. Juist, goed zo. Geef die maar eens even aan, oma Marco, die auto.
Zo, doei, punt. Dat moet ik nog wel goed hebben. Nee, dan gaan we lekker naar de Atteling. Naar de Atteling. Maar dat blijft niet. Ja, nee, maar zeg leuk hoor. Het is een goede park en een leuke park. Dus ik ben wel wat goed. Wij gaan ook altijd. Wij gaan ook altijd naar andere parken, gaan wij altijd. Nou, het is zo dat als je een abonnement hebt bij verschillende andere parken, dan krijg je weer kortingen, krijg je dan. Weet je wel, op andere parken. Hoef je maar de helft te betalen of zo. Als wij naar Bobbejaanland gaan, hoef je maar de helft van het bedrag te betalen. Dat is wel lekker. Mm-hmm. Dus Dat is ook niet verkeerd. Ik ga verkeerd. Ik moet die hebben, denk ik. Die jij toch? Ja, die moet ik hebben. Dus dat is wel nice. Dat is een lier. Dat is een tip-top. Dat is een super mooi weer. Beetje goed of slecht. Ja hoor. Heb er iemand hier een. Heb jij toevallig een vliegtuig gespand? Nee. Oh, nou, ik kom aangereden, er wordt ineens een vliegtuig gespand hier. Oh. Ik rijd de kaart tegenaan. Nou, het is toch mijn auto niet. Zo, wat een koekenbakken, joh. Ja, dat gebeurt wel vaak als je op het vliegveld komt. Ja, even spannen. Denk je dat er niks staat, dan staat er een vliegtuig voor je gierel. Zo! Die heb ik ook snel, hé Rob. Zo, die auto heb ik snel. Ik schiet even door het ruitje heen, huppakee. En ik heb de auto al. Doe maar zo. Dat is lekker, hè. 1543 schade, dus dat valt nog mee. Dat is niet gek, dat weet je hoor. Ik ben alleen, denk ik, verkeerd gereden. Ik ben alleen verkeerd gereden, ik moet even naar de uitgang. Ik ben de verkeerde kant op gereden. Oh my jip. Oh my jip. Ja, hier is de uitgang. Kom maar. Doe maar open. Open. Meneer. Politie, uitmachen. Snelle bitten. Snelle bitten. Dank je. Ja, en dan zegt hij weer dat ik verkeerd rijd, want een homo. Dan gaan we die kant al op. Dag, hoppakee. Zo. Hoppakee. Ja, ik sta nu op 4,5 miljoen sta ik nou. 4,5 miljoen heb ik nou op de rekening staan. 4,5 miljoen. Ik zat even de kaart kijken volgens mij. Ja, ik ging geen plek waar ik heen dacht. Ik wil even naar mijn gebouwtje toe om via dat computertje te regelen om uit te leggen. Ja, dat moet je doen man, want dat levert toch weer lekker centjes op. Ik ben ook volop weer even geld aan het genereren. Ja precies, toch weer even wat geld. Moet toch weer even wat. Ja, ik moet even wat geld verdienen. Ja precies, dat zit er weer op. Kijk, van dat schoffelen word ik ook niet rijk, dus ik ben nou even op een andere manier geld aan het binnenhalen. Dat schoffelen, daar word ik ook niet rijk van. Nee. Nee, precies. We hebben geen geschoffeld dan vandaag. Hier word ik rijk van hoor, van dit. Dat zullen we wel helemaal niet meer. Ja, ik ben dus zo geschoffeld als jij. We zijn allemaal toch geschoffeld. Sinds een paar weken, dan doet u tegen ook aan de schoffel, dan doet u naar boven met papierprikken. Ja, papierprikken. Ja. En prikken wat hij doet, jongen, dat kind. Zo, hij zou het helemaal zo. Ze tellen dat te prikken, jongen, die kind.
Dat is een hele dag te prikken, die baby. Die baby. Ach joh, hey, over 2 weken kan ik ook nog wat van wat gaan doen hoor. Ja, gelukkig. Ja, na 2 weken nog. Luie donder. Luie dondersteen. Luie dondersteen ben je. Ja, ja, en ik weet wat jij bent. Jij bent een sierpaard, hè? Ja, ik sta voor de sier. En ik ben weer van mijn 5 miljoen, van mijn 4,5 af. Ik sta nu weer op 4,41, hè, want ik moest weer een of andere rekening betalen. Ja, betalen? Ja, nou ja, de schade van die auto. Oh, maar dat heb ik zo weer bij elkaar verdiend, hoor. Geen probleem. Ja. Dat heb ik zo weer bij elkaar verdiend. Ik heb weer delivered, hè? Cargo. Cargo Rob. Cargo Rob, hè? Zo, af en toe hebben we gewoon liggen. Ah, nog 3 minuten. Nou, dan ga ik nog eventjes lekker even. Ga ik nog even lekker headhunter, hè? Ja, dan ga ik nog even headhunter, hè. Okay, that's on the books at your warehouse. You've got to use the secure terminal at the office if you want to go after another one. Wat? Populariteit, die zakte, ja. Ja. Oh god, dat gaat gewoon weer, hoor. Oh mijn god, zit u weer te toeteren, de kind? Zit u weer te toeteren? Zit u weer te toeteren, die baby? Zit u weer te toeteren, die baby? Die baby doll. Die baby doll. De baby doll. Ja, die baby doll, hè, baby doll. Oude baby doll dat je bent. Je bent een oude baby doll. Dat is alleen een beetje afpassen. Nee, je bent gewoon een oude baby doll, jij, hè? Oude baby doll. Dat is alleen een beetje afpassen. Oude baby doll, maar ben jij nou een gewone pop of ben je een huilpop? Geen pop. Oh, zo jammer weer, Ramon. Hij staat voor twee dingen. Nee, maar ben jij ook zo'n pop dat als ik je dan zo draai, weet je wel, dat je dan Zo'n huilpop, hè? Zo'n crybaby. Ja, en kraaien wat hij doet, jongen. Die crybaby. Tuurlijk ben ik altijd aan het hunteren. Het stemt er wel. Ik wel. Hey, kijk, hij is de CEO, hè? Mooi. Wat heb je hier? Conferentie en zo. Ja. Ik kan ook op een andere manier CEO worden, hè? Oké, en dus? Nou, als je het touchpad in de rug. Ja. Oh, die op je controlebuur. Ja. Die dat grotere knopje, zeg maar zo. Ja. Dus die interactie menu, daar kan je ook
van je CEO aanzetten om speciaal voor in je gebouw te staan. Kut, toen was ik dood. Ja, toen was ik de kapot. Dan moet je maar naar Securus. Ja, dat is hem. Dan kun je via daar ook gelijk CEO worden. Oh ja, even makkelijk doen. Ja. Dat is ook weer zo goed. Want hier zie je daarnaast aan Heer Axis. Axis. Ja, zo. Ja. Hou je bek. Kut, kut automobilist. Oh, je bek much. Ja, die politie, of die automobilist, die zal weten toeteren namen die rek. Ja, dat dacht ik al. Ja, Bamibol. Lekkere Bamibol van Munt. Bamihap. Ja. Nee, oh, die kansloze. Ja. Oh, die droeftoeter. Ja, ja, onze schuldenaar, hè? Helemaal toch? Wat zei je nou, onze? Schuldenaar. Ja, die, hè? Ik kan ook wel even kansloze. En pas, die heb ik ook. En ik heb weer geld erbij hoor. Ik heb er weer geld bij. En als ze er niet meer in een huis wonen, dan is het een dakloos. Dan is het een dakloos. Ja, als die niet meer in een huis wonen, dan is het een dakloos. Juppakee, jupp. En dan heb ik wel weer 45. Mooi hè. Heb jij weer gemist hè? Hé, hey, ga nou wel lekker hè, met sparen jongens hè. Zo, nou dat gaat zeker lekker. Ik heb lekker veel geld op de bank staan hoor. Hey. Ja. Lekker geld op de bank. Ik word rijk, rijk word ik. Ja. Ook op in de en de groet van Jeroen. Ja, ook van mijn buurman, hè, Jeroen. Hè. Ja, ook okay. Broem, 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 de groeten van Jeroen. Oh, Jeroen, ja, je hebt de groeten. Ja, de groeten van broem, broem, broem. Maar, als, had lachen geweest als ik had gezegd van jij ja, hebt de groeten van Jeroen en dat hij ineens over de schutting heen komt. Ja, is goed hoor. Groeten terug. Ja, dat is wel een subwezen, ja. Ja, ja, mijn buurman die heet zo. Ja, dat is die... Dat was ik geweest. Ja, zeg het maar, dat is die bol, hè. Ja, zeg het maar, dat is die bol, hè. Ja, dat is die bol. Hey, trouwens! Wat ik nog even wil zeggen, hè. Ik wist niet dat Jelle nou ook al aan bijbeun is, hè? Ja, want ik zag een, toen we naar de zaak reden, zag ik ineens autorijschool Jelle, zag ik. Oh. Autorijschool Jelle, hè? Hey Jelle! Hij heeft wel bijbeun, hè? Ja, hij heeft zelf eigen rijschool, hè, die Jelle, hè? Hey Jelle! Jelle! Oh, die bollen! Oh, die bollen! Dat is niet geen man die goed doen. Bitte schön, danke schön! Ja! Bitte, bitte, bitte! Oh, schön! En zijn er andere tieten? Nee, ik ga nog opgeversen, hè? Bitte, bitte, bitte! Zijn er andere tieten? Nee, ik ga nog opgeversen.
Ja, dat zei je Frans vroeger altijd. Bieten, bieten, zijn er andere tieten? Nee, kijk naar opgevressen. Ja, dat zei Frans vroeger altijd. Ja, maar zei je dat toen hij nuchter was? Of? Nee, toen hij nog met ons samenwerkte, zei hij altijd bieten, bieten, bieten. Zijn er andere tieten? Nee, kijk naar opgefressen, hè. Oh, lekker. Mijn tieten zijn opgefressen, ja. Vroeger zei hij ook, als was hij zijn aansteker kwijt, zei hij altijd van vroeger, hè, toen ik nog rijk was. Had ik nog wel eens een aansteker, hè. Of was je... Wel Zuid-Frans, ja. Of als je aan het schoffelen was, en was je bijvoorbeeld aan het schoffelen en dan was je onkruidje vergeten, hè? En dan zei Frans altijd van, kijk, het is dat we nog eten glimlachen. Dan zeg ik, en glimlachen wat hij doet, zei hij. En zei ik altijd, glimlachen dat hij doet, en dan zei Frans altijd, ja, kijk maar, hè. Haha, je hebt het lekker niet gezien, hè, zegt hij dan, hè. Ja, staat er nog één te glimlachen, hè? En glimlachen, wat idee, joh. Ah, je hebt me lekker niet gezien, hè? Je hebt me lekker niet gezien, hè? Maar ja, ik heb ook een collega, die stond toen te schoffelen, en die zei van, ja, ik heb je gewinnen, een kreutje, je bent gniepig, hè? Je man niet gniepig geweest, hè? Denk je, Huup, hè? Hé, Huup, hè? En Tom is die vent nog steeds. Ja, ik mis hem nog steeds, Huub. Ja, natuurlijk. Vooral met Ramon. Oh jongen, Ramon die heeft me wat afgescholden, jongen, Ramon. Ja. Ramon had niet zo'n goede band met Huub. Ja. Ramon die had niet zo'n goede band met Huub, hè. Maar vooral alleen op het moment, als je dan tegen iedereen zeker over de zeker, dan was het niet zo echt. Nou, dat deed Huub nooit, Huub zeker nooit. Nee, alleen maar. Als je dat verzekerde, dan ging ik even een flop en tegen iedereen. Nou, dat valt wel mee. Dat deed hij nooit, hij zeker nooit, Huub. Ja, dat is alleen maar. Alleen maar. Alleen maar, ja. Huub was niet lastig, nee. Huupa, Huupa, mooia. Super. Mooia. Hé, hey, Huupa. Nou, dat is niet niks. Hé, Ramon. Ramon, monsieur Ramon, en monsieur Ramon, monsieur Topon, en een tampon wat die hebt, jongen, die Ramon, hij heeft een hele grote tampon, hè. Nee, het is monsieur Topon, hè. Hé, Ramon! Nou. Ai, dat heb je hoor. Daar is het toevallig. Dan moet je hem kopen. Dan moet je hem kopen. Maar ja, dan gaat er wel weer geld af. Ja, precies, dat was het weer het nodig natuurlijk. De auto is je voordeel en dat gaat even naar door. Ja, dan moet je wel weer. Gaat er wel weer even een klein bedragje af, hè? Die auto moet je wel kopen. Wat voor auto is het? Wat voor merk? Dan moet je even instappen, dan zie je rechts, zie je de naam staan. Als je instapt in die auto stapt, dan zie je rechts zie je een naampje staan. En dan kan je zien hoe die auto heet. Ja, rechts onder in beeld, hè? Ja, rechts onder in beeld staat het.
Rechts onder in beeld zie je dan een naampie. En zo heet die auto. Oh, wat is dat? Dat is die Osiris. Osiris. Ah, dat is de Osiris. Welke Osiris? Staat er nog wat achter? Of staat er alleen Osiris? Staat er ook nog een type achter? Toppie, toppie. Even checken. Staat er ook nog een type achter? Of alleen Osiris? Is die dan zeg maar aan het afgelopen land? Zit er nog een zo'n kettingkring ergens anders? Of zit er een zo'n... Ja, nee, dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Zo, ik sta alweer op 46 sta ik, Rob. Mooi. Dus ik ben alweer over de 4,5 miljoen heen. Ah, mooi. Lekker bezig. Okay, we did it. That one's going on the balance sheet for next quarter. There's a new auto, Osiris. Yeah, I don't know who it is. Even check. I have my Osiris. Oh, have you my Osiris? Okay. Even check. Even check. Zo'n zwipje. Nou, dan moet je even kijken hoeveel die kost. Ik weet niet hoeveel die kost. Oh, als om die auto te koken bedoel je? Ja. Ja, 2,2. Oh, 2,2, Ramonski, dus het gaat weer 2 miljoen af. Oké, dan heb ik even doorsparen en even een beetje wat meer geld in de kruid halen. Dus gaat er 1,9 gaat er dan af. Ja. Maar ja, deze maand krijg je toch weer een miljoen erbij, dus. Ja, dat ook. Je krijgt nu elke maand kleine miljoen. Krijg je van Rockstar. Van Rockstar. Ja. Dan krijg je gratis even niks. Hij van Rockstar, hè, dus mij. Over Rob, hè. Nou Rob, geef me maar een paar miljoen dan. 10 miljoen. Nou oké, okay, Rob is goed. Als jij maar 10 miljoen wil geven, graag. Zet maar op rekening. Hij is ook er graag niet, hè? Nou, dat vind ik nou wel weer lullig. Waarom doe je dat nou weer niet? Rob Star. Ja, ja, dat had je gewild dat dat van jou was, Rob. Rockstar. Ja. Dat had Rob wel gewild. Ja, dan hadden we nog steeds denk ik. Maar nou, dat Rockstar van jou was. Dat jij de eigenaar van Rockstar bent. Zo, nou, dat had je wel gewild hoor, Rob. Verdien je wel een hoop geld. Ja, dat zou ik niet echt kunnen zijn. Hoppakee. En de Z-type. Nou, Ramon, breng me weg. Ik blijf bij je in de buurt. Volgens mij ga je daar gebeurt. Ik ga weer een auto ophalen. De Z-type ga ik ophalen. Ik ga gelijk weer een auto even ophalen. Ja, cool. Super. Nee, dat doe je verkeerd. Dan moet je tuut. Hey, Ramon! Ja, ik heb nu zo'n zus van... Is dat oké?
Hoi Ramon! Ramon maar van tuut. En de groet van Ruud. Well, this car is being looked after by a professional outfit, shall we say? And they're taking it out to sea. So you're going to need to airlift it out with a cargo bob. Ja hoor! Weer met die kut cargo bob, Rob. Weer met die kut cargo Rob. Cargo Bob. Kut cargo. Kut cargo Rob. Ja, Ramon, je had je eraf moeten. Ja hoor, kijk weer met die kut cargo Rob. Kut Rob. Kut cargo Bob. Maar volgens mij gaat het met Ramon gaat wel goed. Ja, dat is ik zal het hopen voor dat het goed met hem gaat, want anders dan is het niet best. Hij is er bijna, joh. Maar hij kan niet zijn broek ophalen. Als hij er bijna is, kan hij zijn broek ophalen. Ja, mooi. Waar moet jij helemaal naartoe? Want dan kom ik jou even ondersteunen. Ik moet naar Human Labs. Oh, Human Labs. Oh, dat weet ik al tot de winter. Wow, zo. Ook kan er niks. Ook kan er niks. Er zijn ook allemaal van die giegelende gastjes komen. Want... Ja, ik moet daar een cargo rob jatten. Een cargo rob. Ja. Maar. Een cargo rob. Wat? Een cargo rob. De cargo rob, de cargo rob, Kentucky Fried Chicken in de cargo rob. Nee, kom maar helpen, is goed. Ik ben al weg. Ja, ik ook. Ik moet nog 4 kilometer nog. Ik moet nog 4 kilometer, dan ben ik er. Dan zie je al. Je vliegen, jongen. Ja. Ik zie ze vliegen. Nou, dat is niet best hoor, als je ze ziet vliegen. Dat is niet zo best hoor, als je ze ziet vliegen. Nee, ik zag jou vliegen, ik ben er al bijna. Ja, ik ook. Daar staan. Ja. Oh, er komt een politiehelikopter al aan. Nou niet meer. Zo, zie je. Hey Robby, hoi. Hoi. Jij moest even aan de kant, want jij kon omhoog schieten. Ja, ik moest even omhoog gaan. Mooi. Nou, waar moet je naartoe? Ik check. Ja, daarheen. Oh, je moet helemaal aan de andere kant natuurlijk. Oh. Ja. Oh, de politie ben ik kwijt. Mooi. Nee, ik niet. Ik heb ze nog. De cargo Rob. Hoek on to the Z-type. Oh, we zijn nou op Sandy Shores. Ik doe alvast even mijn even naar beneden. Mijn haakje. Voor een knaakje doe ik even mijn haakje. Superieur, hè? Hi Robby, hi. Ik zie je. Ik zag jou. Dat is mooi, hè? Ik ga er vast even wat lager, hè?
vliegen, want... Zo... Die moet je lager, dat is een biermerk. Pas verhuizen, want ik weet wel ongeveer waar het is. Ja, is goed. Ja, hij gaat niet zo snel, hè, die cargo op. Nee. Ja, je bent er bijna. Je bent er bijna. Pas of wat? Ja, net aan de andere kant van de legerbaan aan natuurlijk, op zee. Ja, ik ga proberen, zelfs wel met die dingen proberen, ik ga kijken hoe het bed lukt. Ik heb nog een beetje te voelen. Oh, dan verkoop je die auto. Ja, dat kunnen we geen boot zien. Ja, ik wou maar links op te heffen, was het dan? Nou, je bent er vlakbij. Godverdomme. Nou, sta je er bovenop. Ook daar. Dat was ook toen was het weer een Z-Type, ja. Ja, een Z-Type. Nou, dit keer was het jammer nog niet zo vreemd, maar dat is maar een tikje naar gereden. Zo, Ramon ging even helemaal los, de kind. Ramon ging even los, de kind. Die baby ging even helemaal los. Die baby. Ja, ik ging even met die auto's tegen... Oh, daar staat hij. Ik zie hem al, witte. Hey Mike, is die witte? Ja. Nou ja, wit is zo achter. Die koekenbakkers lopen op en weer te gieten, die koekenbakkers. Ja, die staan natuurlijk alles te verdedigen. Te verdedigen. Ja. Nou, liever niet. Als je kijkt, het uitzien, zegt hij. Ja, alleen dan wel een soort van. Zonder touw. Zonder touw. Godverdomme, ik moet nog wagen, hè? Ja, dan was ik te laag. Godverdomme, wat een tief is daar, leier. Wat een vuile vieze gore tering, leier. Laag, hè. Andere kant op. Laag, hè. Die kant op. Die kant op. Wat een vuile gore tering, homo's. Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb een beetje lucht in mezelf. Dankjewel. Oh, daar komen ze weer. Daar komen die kut helikopters alweer. Dat was één. Dat was twee. Nou, ik moet verder gaan rijden, want Nee, heli is weer kutdoek. Kut heli. Zijn echt zulke kut heli's zijn dat, jongen. Echt een sfeertje. Kut heli's. Die heli's zijn echt snel kapot, die cargo bobs. Zo, we zetten maar vier neer. Hoppakee. Doei. Ja, ik heb alweer heli zachte man. Nou, nou niet meer. Nee. Nou niet meer. Ik ga hem verder wel, want hij is helemaal. Hij was helemaal kapot, die cargo bob. Hoeveel schade heb je? Oh, kut. 1886. Oh, 1800 dus, bijna 19. Ja. Het valt nog mee. Ja. Ik heb wel eens meer schade gehad. Ja. Mijn kar gaat niet. Ja, en nou 2,5.
En nou 26 en nou 27. Kut helikopter. Oh. Irritante bloedlaaiers. Ja, ik weet, ik snap het. Eerlijk gezegd, ik vind eigenlijk mijn rug een beetje zwaar in het hand van mij. Dat ik even anders. Nou, volgens mij niet. Voor mij waren ze dat toch al eens allemaal. Voor mij waren ze dat allemaal. Ik stap 2768. Bijna 3000. Ja, er komt er weer, komen er weer twee. Ja hoor, 2817. 2866. Zoek maar. Nee, nu voel ik mij niks meer. Nou, kan je het alleen op? Ja, ja. Ja, verder wel, ja. Ik hoef alleen nog maar te rijden en Oké. Ik hoef alleen maar nog maar te rijden, weet je, om naar de winkelwarehuis te brengen. Dat is het enige nog wat ik moet doen. Oké. Voor de rest sta ik er alleen voor nu, want ik moet ja. Beter goed even zonder Wat de piep. Wat de flot. Hey, 44. Ghost Hunter. Wow. Wat is dat? Dat is een shootje. Ah, hij is weer aan de phone. Oh ja. Hij is weer aan de phone, de kind. Nee, ja. Ik heb het, Ja, met zijn Happy End vriendin, hè. Girl. Ja. Hé, hey, Ramon, hè. Ramon, hè, van de Happy End, hè. Ja. En hij is binnen. Nou, die goed zijn weer geleverd. Ja, en mijn auto is ook geleverd. Nou, mooi, hè. Mijn Z-Type. Hoppakee. Nou, daarnet stond ik op 499, ik sta nu op level 439, maar toen was ik helemaal aan het begin. Ik sta nu alweer op het midden, hè. Hey. Zo dan. Van level, dus dat gaat lekker zo. Mooi man. De cargo shop. De cargo shop. Ja, de tijgenoot promoot. Heb je ook wel eens dat je je tijgenoot promoot? Nou, niet onder, hè. Even je tijgenoot promoot, hè. Ah, hij is fijn. Ja. Gerard Cox van de café, hè. Is het goed dat ik even mijn tijgenoot promoot? Hij is fijn. Hij is fijn. Ik ben mijn telefoon kwijt. Waar is mijn telefoon nou weer gebleven? Ik ben mijn telefoon. Nee. Ja, hè? Hoe kun je dat nou? Waar is mijn telefoon nou ergens? Weet je niet. Ik weet het ook niet. Ik ben gewoon mijn fucking telefoon kwijt. Oh, wow. Nou, wel,
Oude rood, oude het. Oh, daar legt hij. Ik zie hem al. Ah, ik zie hem al leggen. Oh nee, krijg ik het alweer hoor. Zij mag een schip van, hè. Saving failed. Oh god, is het weer zover. Ja, ik krijg het, hè. Nee, Heli, ik viel bij je. Je moet nog een klein stukje. Oh, hij, hè. Wat de hel is leuk, hè. Nee, als je die blijft draaien. Saving field. Ja, dat is altijd hè. En dan de top range en dan die en dan specialist dealer en confirm. Deze kan je wel heel gers maken deze. Nee, komt op je rood. Oh nee, alsjeblieft. Niet dat doen. Alsjeblieft, je bent bijna oud voor vriend. Goed zo. Zo, hoppa. Nou, die doet het dus niet meer, hè. Ja hoor, je hebt je best wel een feentje, hè. Lots of rolls, zo. Wacht maar, ik niet had... Wacht maar, met doos, hè. Okay. The work's been done. Take the car to the buyer and don't let another organization get in the way. Okay. Dat moet achter je aan zitten. Nee hoor, zal het niet doen. Geen organisatie achter je reet aan. Die reet dan, hè. De skills. Ik ben ook zichtbaar. Ben je ook een auto aan het wegbrengen? Nee. Wow. Even goederen. Goederen. Ja, ik ben even... Ja, voor mijn populariteit. Ik ben weer even mijn autootje aan het wegbrengen. Nee. Aan het wegbrengen, die auto. Ik ben even die auto aan het wegbrengen. Is die zon een beetje groter geworden, geef je aan? Wat de jongen. Zo, wat is... Inderdaad, een beetje laagstaande zonnetje. Lekker hoor. Ja, maar soms de zon is ook een beetje rood. Dat geldt dan normaal. Ja. Dat is al niet normaal meer. Nou, het gaat weer een half uur duren, hè? Ja hoor! Vuile tyfus begon! Zo, nou hij heeft ook schade. Hij had een paar kogel gehad in zijn auto, die lul. Oh nee. Droeftoeter. Ja, 930 is eraf. Kut, sorry. Ja, die vuile teringmogol. 930? Zo ja. Veel? Ja. Ik sta nu op 99,070. Ja, door die klootzak. Die klootzak zat weer niet op te letten. Ja. Maar ja, dan ga ik even een winkeltje overvallen. Dan heb ik weer de volledige. Ja. Ja,
nou, moet ik ook aankijken met deze vrachtwagen. We mogen ook geen schade hebben. Zo. Wat een. Zo. Het was een stuk zwart, zwarte plek op het werkdek, maar ik dacht dat het een auto was. Zo. Ik schrok er gewoon van. En toen keek ik later, het was helemaal geen auto, het was gewoon een zwart stuk op de weg. Ja. Een ghost auto. Ik zag een auto die niet was. Inderdaad, ja. Ik zag het niet. Nee. Nou, Ramon, duurt het lang mee, hè? Ja, die is weer aan bellen met Serpientjik, hè? Ja. Hij is weer aan bellen met Serpientjik. Inderdaad, ja. Ramon. Ramon. Opa. Oh ja. Lekker even geld, man. Heerlijk. Ja, he. Geld genereren. Dat is toch mooi? Dat vind ik veel beter. Nou, 99,070. Dus er is 930 afgegaan. Oké. Okay. Dat is een beetje jammer. Ja. Een beetje. Ja hoor, en gelijk weer allemaal rekeningen natuurlijk. Tuurlijk joh. Gelijk allemaal weer rekeningen die ik moet betalen. Tuurlijk, heb ik weer geld gehad. Gaat er gelijk weer af natuurlijk. Tuurlijk, alle rekeningen weer betalen. Tuurlijk. Ja. Oké. Okay. Kan wel mee zitten, hè. Ja. Oh, je bent VIP heb ik al doen. Ja. Cargo Hop, ik kom eraan. Cargo Shop. Ja.
Oké, dan ga ik eventjes hier is de winkel, hier is de winkel. Goeiedag, ik heb schade gehad aan mijn auto en nu kom ik het eventjes, hier kom ik het even ophalen. Opschieten, want ik schiet jij met... Opschieten. En gauw. Hoppakee. Kijk waar we allemaal naartoe dan. Oh, komt er weer alweer gelijk een helikoptertje. Dag helikopter. Even de oldschool manier, eventjes in de tunnel even lekker schuilen. Oldschool. Even lekker oldschool schuilen in de. Zo, maar die schade die heb ik in ieder geval weer terug verdiend. Hoppakee. Huppakee, yep. Lekker hoor. Jouw Ramon heeft. Nou, het is te lang, hè? Ja. Ramon heeft. Mooie droeftoet, hè? Duurt te lang, hè? Dan. Word je eruit gekikt. TBR, als je niet... Godverdikke maar. Dan had hij in zijn kantoor moeten zitten televisie kijken. Dan had hij er helft voor gehad. Nee. Dat was waar, ja. Geeft die boer ook maar zo. Oh nee, dat was geen boer. We komen weer langs je hele bekende berg, Rob. Mount Clit. Ja, ik ben er bijna, ik ben er bijna. Ik ben bijna bij de berg, ja ja. Ah, Mount Clit, hè. Mount Clit. Ah. Hele natte berg, jongen. Clit, Mount Clit. Ja, hele natte klit, hè. Mount Clit. Mount Clit. Mount Clit, hè. Lal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 
Ja, ik ben er muitklit, hè. Ik ben een natte klit, jongen. Hele grote klit, hè. Zo, ik ben in mijn arcade. Leuk. Ik ben in mijn arcade. Mooi, hè? Mooi, hè? Heb jij weer gemist, hè? Oh. Dat is shit. Ja. Dat zei je moeder ook. Ja. Zo, en dan gaat hij weer dicht. Hoppakee. Eens even de rekeningen erop zetten. Zo. Meesbank op. En dan deposit. 1230. 12,130. Hoppakee. Staat ook weer op de rekening. Mooi, ja. Mooi, zeker mooi, ja. Hoppakee. Yep. Even dart, hè. Oh ja, moet ook even. Ja, ik ga ook even. Hey, ik ben nou eindelijk een keer mijn eigen. Ik ben nou een keer mijn eigen. Hoppakee, dat is 60. En dat is nog een keer 60. En triple 1. Wat een lol, joh. Gooit die triple 1. En dat is 20. En dat is nog een keer 20. En dat is nog een keer 20. 118 over. Hier, 58 over. 18 over. Bam! 118 uitgegooid. Mooi, man. Ja, weer triple 1, joh. Tuurlijk, joh. En triple 20. En nog een keer triple 20. En 20 eraf. En weer een triple 20. En nog een gewoon 78 over. En 58 over. 18 over. En dubbel 2. Oh, net te laat. En nou ga ik er wel uit. Nou ga ik er wel uit. Hoppakee. Opa, weer een triple 20. En een gewone 20. En 140. 140, huppakee. 19. 142 over. Hier 82 over. En 62 over. 12. Voor bullseye. Nee. Jammer, jong. Jammer nou, hè. Jammer nou. En dan ook dubbel 8 over. En gooi ik hem mis, wat een lul. En dan gooi ik hem weer mis, dubbel 2 over. Ja. En check.
check. Check dubbel. Oh ja, weer een dubbel. Ja, weer een dubbele slotcheck, hè? Weer een dubbele slotcheck, jongen. Hier, 100. 201 over. En hoppakee. En hoppakee. 64 over. 14. Voor Bolzai. Godverdomme, ga ik er weer mis. En check. Twee nul één over. Hier, oh, Ramon is er weer, hè? Hey, Rauw. Nee. Oké, dan. Ja, nee, is goed. Ja. 14. Voor. Ik ga gewoon 10 hoor. Oké. Okay. Come on. Ik ga het niet. Dubbel 10 over. En game. Shot. En de match. It's Ultrax. Nou heb ik wel even zin om even de lege basis even onveilig te maken. Daar heb ik eigenlijk wel ontzettend veel zin in. Om er even lekker de lege basis even lekker even op te stoken. Hé, vind je ook niet, Robbie? Klink. Ik ga even lekker de lege basis even lekker... Ja. Nou, Ramon zit er weer, maar ja, hij is nog steeds aan de telefoon, hè? Ik een bak bij. Hey, Ramon, kom van die telefoon af. Nou weer. Ja. Met Rob, hè? Met Rob, hè? Onze mystery guest, hè? Ja, joh, lekker met Rob. Lekker met de cargo, Rob. Hey, Robbie, hoi. Oh, jij gaat. Jij gaat er naartoe. Ja, ik ga weer er vandoor, hè. Ik ga weer weg, hè.
hier, ik heb een paar keer gereageerd, hè. Godverdomme. Wat gaan we nou weer krijgen? Wat? Sleepje ver... Wat gaan we nou weer krijgen? Mijn telefoon die gaat weer raar lopen doen. Kijk, ik ben ineens een heel ander beeld. Oh. Hey, ik ben Ramon. Why haven't we heard from you? You don't... Hi, Beck, Ron. Belt die Ron weer op. Ah, Moutklit, hè. Moutklit. Hoppakee, hier is hij zo binnen. Dan moet je het eraan. Blablab. Zo. Piep. Ik heb een hiep buiten. Dat dan weer wel. Loods. Oh, dat kan ik tegen jou zeggen. Met die pingwins. Oh, kijk Ria, wat een leuke pingwins. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwins voor me haalt. Ja, dat vind ik even altijd een leuk stukje, dat jongen. Ja. Dat vind ik even altijd heel leuk altijd als ik dat zeg tegen hem. Ik wil dat je het hek overgaat en 3 pingwins voor me haalt. Loods. Een loods, een hele grote loods gaan we dan heen. Een hele grote loods. En een loods dat het is. Loods dat die is. Stop. Nee, niet. Nee. Ja, kom maar. Gezellig toch? Nee, één dag is al. Oh shit. Oh, zo nee. Is al. Dat is al met één schot heb ik die al. Met één schot had ik dat target al naar de klote geholpen. Ben ik daar weer het volgende slachtoffer. Hey. Dieven bij je, schiet je me dood. Bloedhond. En dan gaat hem weer. Ja, het heb je als je niet oplet, hè. Nee. Oh, hij staat de andere kant op. Ik moet die kant op. Oh, gaan we schieten. Weet je wie al mag het is? Nou. Als Ramon voortaan zijn poppetje laat spannen in zijn appartement. Ja. Ja, maar dan moet hij wel televisie kijken. Ja. Anders word je er nog uitgekikt. Nou, daarom.
vakken, niks vakken. Door opzouten. Ja, ik ga er even de laatste target even neerschieten en dan ga ik eventjes doen waar ik wat ik al de hele dag eigenlijk wil doen. Even naar de legerbasis en even lekker de legerbasis even lekker op stel te zetten. Dat vind ik zo leuk om dat te doen. Even de legerbasis even lekker fucken. Zo, hè, er is hij is al twee keer weg geweest. Ja, je was net weer daar gekikt. Ja, dat zag ik Zo. Hier doet hij het weer, hè? Hier. Bescherming tegen onbedoeld aanraken. Nee. Hij moet gewoon doen, klootzak. Wat is de... Oude koekenbakket. Even checken, zo is het piept. Ja. Ja. Ja, zo is het piept als je die... Mooi man. Mooi. Beetje goede dingen dan minder dingen. Maar die willen ze wel heel goed. Ik zei, nou moet Rob nog een abonnement hebben, dan hoort hij helemaal bij de Efteling autist, hè? Ja, bij de Efteling autist, hè. Maar je moet wel even... Oh, trouwens. Mocht je echt een abonnement gaan nemen, dan heb ik één ding. Je moet wel door de keuring komen, hè. En je weet wie de keurmeester is, hè. Je weet wie de keurmeester is, hè, van de Efteling autist, hè. Ja, Ramon, hè. Ja, dat is, ja, want Ramon is de opa-autist, hè. Dus je moet wel door de keuring bij Ramon komen, hè. Van de Efteling autist, hè. Nou ja, van Ramon is er wel zo in. Nou, je wordt wel goed gekeurd door Ramon, denk ik. Ik denk wel dat je goed gekeurd wordt door Ramon. Hoezo is dat een keurmeester zijn? Nou, dat hij goed gekeurd wordt voor Efteling autist. Ja, dat beetje te doen lijkt, hè, zal ik zeggen. Ja, en dat moet jij keuren, want jij bent de opa-autist natuurlijk, hè. Jij bent de opper, jij bent de opper Efteling autist, hè. Ja, maar Ramon, jij moet gekeurd, nou jij moet Rob keuren of dat hij bij de Efteling autist hoort, want jij bent de opper autist, hè. Misschien wel een keurmeester, maar dan heb ik net geen opper. Misschien dat ik... Zo, ik heb het even opgenomen. Hoor je dat goed? Nee. Dan is het wel een keurmeester, maar geen, dan nog geen opper nog. Dat is ook mooi. Ja, maar Ramon, jij moet gekeurd... jij moet Rob keuren of dat hij bij de Efteling autist hoort. Want jij bent de opper autist, hè. Nee, jij hoort hier niet. Ik had toch dat oortje erbij gehouden, weet je wel, maar je hoort dat niet. Ramon, hè. Ramon, hè, van de Efteling autist, hè. Ramon. Als je mensen wil goedkeuren, ja, dan moet wel alleen de goede en de juiste mensen goedkeuren, hè. Ja, maar Rob, kun jij toch wel goed?
Ja, daar was ik ook van. Alleen de ja, alleen de echte Efteling autisten, die keurt die goed, hè. Maar daar kom je zo bij, hoor, bij de Efteling autisten, hoor. Mm-hmm. Dat is niet moeilijk. Als je de mensen... Maar krijgt hij dan ook een inwijdingsritueel? Geen idee. Ja, ontgroening, weet je wel, krijgt hij dan. Ja, Ramon, dan moet er wel iets gaan doen. Ja, dan moet je toch, Rob, dan moet je toch ontgroend worden, hè. Als Efteling autist, hè. Ja. De Efteling autist, hè. Hey, Ramon! Ramon, hè, van de Efteling autist, hè. Nou, jongens, ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ben al onderweg naar de legerbasis. Voor weer even een lekker avondje, lekker knallen. Op die gekke legerfiguurtjes. Ik heb zo'n hekel aan die legerfiguurtjes. Die gaan we eens even lekker doodschieten. Ja, ik vond dat gisteren wel leuk eventjes met die legerbasis even kutten. Ja. Dus ik weet niet wat jullie gaan doen, maar ik ben nou naar de legerbasis. Ja, ik weet precies nou waar het is. Ja, misschien ja, even leuk, even op de legerbasis even kutten. Oh, ik ben verkeerd gereden. Ik zeg nog van ik weet waar het is. Nee, ik ben volgens mij helemaal verkeerd gereden. Ja, op. Oh, je rijdt helemaal daar naar. Je bent de stad nog niet eens uit. Nee joh, kan mij toch rotten. Ik ben, nu wel, nu ben ik de stad wel uit. Ja, nou, kijk, als je dat een beetje voorhoudt, Ramon, of Rob, dan... overnieuw, als je het zo volhoudt, Rob, dan hoor je er zeker weten bij de Efteling autistisch. Bij de Efteling autist, hè. Rob, hè, van de... Rob van de Efteling autist, hè. Rob van de Efteling autist. Rob van de Efteling autist, hè. Een autist dan was aan jou. Zo, wauw, superman. Ja. Even kijken. Ik rij weer even langs die dingen. Dus dan moet ik even kijken of dat er geen auto's op invalide parkeerplaatsen staan. Want dat doen ze af en toe nog wel eens. Ja hoor, er staan weer illegaal mensen op invalide parkeerplaatsen. Weg ermee. Oh, illegaal. Wat ben jij nou aan het doen? Holy shit. Halve vergaren. Wil je dat drukken doen? Ik wil hard in zo'n mast houden. Elektriciteitsmast. Doe bijna. Tegen berg op. Zo. Of helikopter klimmen. Gaat de lucht in. Omhoog. Zo, ik heb nou weer politie achter mijn reet dan. Mooi hè. Nu al. Nu snel. Goed hè. Naar de reden waar we komt. Ja, goed hè. Ik heb een vierkantje. Een vierkantje hè. Oh, dat is mooi. Je hebt toch wel een driehoekje. Een vierkantje. Even naar de shop, hè. Even naar de wapenshop, hè. Zo, we leggen allemaal politielijkjes leggen hier ook. Kunnen we weer aardig wat... Hoi. Gaan we doen? Ik wil die arm aan het halen, hè. Oh, kut, wat doe ik nou? Raak ik van de weg af?
Godverdomme. Op de weg blijven. Ja, dat weet ik, maar nou, niet, nou rij ik ineens daar zo rijden. En nou, wat moet ik nou doen? Op omhoog. Omhoog. Ja, ik ben er alweer. Ik ben er alweer. Kijk naar de volgende, hè? Hier, boom! Kut politie. Weg ermee. Stik politie. Laat hier eentje met zijn fiets zo, hoppakee. Die rijdt even van zijn fiets. Schoot ik even van zijn fiets af. Weg met al die politiemannetjes. Op die hè. Het is mijn zus. Wat kom je nu allemaal doen, stoere mannetjes? Hier, oprotten. Ja, kom vlak voor mijn donder staan. Hier, klote politie, hier, zo, hoppakee. Loopzakken. Kut politie. Ik heb wel genoeg tijd aan jullie gespeeld opgerold. Oh, ze hebben de brug af. Ze hebben de tunnel afgesloten. Nou, ik weet wel even hoe ik de tunnel open moet krijgen hoor. Hier. Oh. Zo, dan kan ik er weer door. Ze hadden de hele tunnel afgesloten. Nee, hè? Hallo. Hoppakee. Nou, zeker een goede actie, jongen. Hoppakee, ik ben op de basis. Nou, mooi, hè? Ik ben lekker op de lege basis. Kijk eens allemaal van die mooie geparkeerde auto's hier, oh. Hier, oh. Ah, daar komen ze hoor, de vriendjes. Hallo. Dag, vriendje. Hé, mooie straaljager.
Dag straaljager. Oh, nog twee leuke straaljagers. Eén. Eén. Twee. Waar blijf je nou? Oh, hier ben jij. Hier ben jij in een helikopter. Hier ook. Waar blijven jullie nou? Waar blijven jullie nou? Super. Waar blijven jullie nou? Koekenbakkertjes. Hier, stap op. Hiero. 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 Oh. Stap op, hè, ja. Ja. Stap erop, hoor. Stap, stap erop. Stap erop, hè. Kijk maar hier, hè. Vanaf van het dak. Oh, shit. Nee, nee, nee. Nee, ik zie die mannen zitten nog een halve meter naast. Dat weet ik. Oh, maar bijna maar leven kijken, jongen. Oh, bijna. Het is rustig op de lege basis. Oh, daar komt er alweer heen. Wij zijn de baas van de legerbasis. Wij zijn de baas van de legerbasis. Hè? Wij zijn de baas van de legerbasis. Hier. Dat is voor zo'n beetje goed hier dan. Volle ster, maar ik zie geen fucking tank. Nee. Waar is die lul met zijn tankie? Waar is die lul met zijn tankie? Waar is die lul met zijn tankie? Lul met zijn tankie. Waar is die lul met zijn tankie? Hier, lekker oude bami-hap. Oh, kijk, hier, lukken. Hier, nou, we zijn die klootzakken met de tankie. Waar zijn die klootzakken nou, jongen, met die tankies? Ah, joh.
Zo, die reed voorbij in de schrik. Oh, ik zag nog een leuke gasfles. Kijk, een mooie gasfles daar, Rob. Ja, nou niet meer. Nee. Oh! Hiero. Vorige keren. Hier zat niks in die hand. Gisteren hoor. Godverdomme, Ramon. Ik stuur nou ook gelijk te geel. Vorige keer hadden we gelijk een tankie, maar nu zie ik helemaal niemand met de tank. Ja, de ene keer hebben we wel tanks en de andere keer weer niet. Nou, dat vind ik jammer, ze moeten altijd tanks hebben, vind ik leuk. Ik vind het leuk om die tanks lekker neer te knallen. Komt zo naar de kamer. Ah, het is toch rustig. Weet je wat ik ga doen? Ik ga zo even een jet. Oké, ik rijd er wel even naartoe. Wat was je daar aan de ja, hier ook. Staan er twee staan er. Die is nog heel. Ja, die is nog heel. Die lekker. Denk je achter je. Wagen. Welke wagen? Ja, nou, meer. Niet meer? Maar, mooi. Ben je een beetje aan de kant gaan, want anders. Oh ja, ja. Dank je. Oh, de motor doet een beetje nu. Oh, dat is niet leuk. Ik zie nog twee jets staan. Ja, tuurlijk joh! Lul! Ik denk, stop die helikopter in, word ik doodgeschoten. Ja hoor! Nou hebben ze mijn tank ook in beslag genomen, die vuile gore honden. Ja. Oh, no charge! Ah, no charge! Mijn helikopter staat er ook nog niet zo boven het dak trouwens. Mijn helikopter van de CEO, weet je wel, die staat er ook nog op het dak. What you want? Some wheels? Kom wel door. Ramon, waar ben jij? Ja, waar blijft hij nou? Ja, Toto, we gaan door, hij staat weer stil, hè? Ja, ik ben al Ja, je had al lang hier kunnen zijn. Ja, oh, er staat hij. Dat is mooi. Maar daar staat hij. Ik ben op dezelfde plek. Dat is mooi. Ja. Dat is niet gek, hè? Ik heb wel een mooi beetje. Al met gelijk. Al met gelijk. Mooi. Nee, we gaan gewoon een tank in. Ja, de tank. Ik ben op de zon weer aan het wachten. Zo. Kijk, en ik heb nog 2000 gehad voor goed gedrag ook. Ik net ook. Zo, draai alleen maar. Kijk nou, draai alleen maar lege tanks hier. Hiero. Hiero. Hiero.
Oh god, hij is er weer hoor. De loser. De loser is er weer. Ook al Goedendag. Hey. Is dat nou jullie welkomst dinges? Hier, gelijk schiet je gelijk neer. Is dat nou maar welkom, hè? Ik denk, kom even graag op de legerbasis op. En dan weet je niet hoe je... Leuk is dat, hè? Joker has left. Ja, dat zei ik net. Ook weer Linux. Maar ik heb niet meer minderheid gaan. Ik ook niet. Nee, ik kan nog volgens mij dan wel. Ja. Joker. De boke. De hoke. Hebben jullie een nieuwe wedstrijd? Ja, volgens mij wel. Moet je even eruit kicken. We hebben een sessie in de sessie van. Ik even een kick. Nee, geen kick geven. In je vriendenlijst moet je kijken. Ja, nee, van een PlayStation zelf. Dat is Even mijn geld erop zetten. Want ik heb mijn geld op mijn rekening staan. Ik moet even op mijn bank zetten. Zo, op een keuze. Ja. Hallo droeftoetertjes. Zo, die is ook een plat. Die is ook plat. Ik heb hier nog geen idee, dus ik heb ook geen andere. Dus dat is wel echt niet. Want ik heb even in de politie. Hoe die er dan in komt. Want ik sta ook op een vlijt. Ik heb er net een rijtje.
van de en als dat er dan te zitten, dan is dat alleen maar werk. Want wat ik bedoel, dat is mijn eigen tijd. In principe, naar mij denk ik, is er niet tussen ieder geval. Wat is die nou? Oh, daar is die helikopter. Bam, dat was één helikopter. Die andere staat daar. Oh, die helikopters zijn allemaal weg. Waar is de helikopter nou? Oh, de helikopter is nou weg. Ja, goed zo. Maar kom nou, tankie. Ik mis je zo. Ik mis mijn vriendjes. Ik mis mijn vriend de tank. Ik mis mijn vriend de tank, mis ik. Maar? Zeg, ik mis mijn vriend de tank. Nee, ik heb hem ook niet in de vriendenlijn staan. Nee. Inderdaad. Ja, we moeten even kijken van hoe wat zijn ze. Dat is een beetje een heel veel. Ah, ik zie Ramon aankomen, Ramon. Ja, oh, ja, die Ramon skill, hoor. Maar heb die Ramon skill, hoor. Maar die Willys is die weg. Mag een tank tegenkomen of niet? Nee, helemaal niks. En lekker rustig toch? Tanken zijn niet, vandaag niet in de aanbiedingen. Nee. Tanks zijn allemaal uitgekocht. Ja, tanks hebben we gisteren gesloopt, dus hebben we hebben geen tanks meer op voorraad. Oh, wat was dat dan? Wat was dat ook voor vragen denk ik. Er komt wat geld achter ons aan. Oh, het is een vrachtwagen. Ja, het is een vrachtwagen. Het was ook zo, ik knelde tegen ons om. Hij zegt patat. Bam, bam, Bram. Hé, Bram, hier Bram. Zo, hier. Bram, 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 Bram. Bam. Echt onwijs koken,
Ja, deze tank heeft oneindige kogels. En je checkt erin, zo wie ziet. Dat is weer niet iets. Nee, inderdaad. Dat is niet iets. Wat? Oh, blijf schieten op mij, hè? Hier, oh. Hier wilt het daar niet overal heen. Oh nee, ik ben weer niet aan het betalen. Eruit gekikt. Jongen zonder leven. Ik heb geen leven. He's got no life. Een beetje hier, een beetje en zo. Ja? Waar ben je dan? Low life, hoor. Saai, hè, ga je hier zo. De shit. Ja, ik... Zo saai hier. Ja, ja. Ik vind het echt niet leuk, nee. Zonder tanks is er echt geen reet aan. Nee. Ik ga de legerbasis weer verlaten, want het is gewoon niet leuk. Dat naar links moet daar zo, dat is uitgaan dan. Achter je. Het is gewoon gereed aan, man, zonder die tanks. Nee. Oh, kijk nou, leuke slagboompjes. Zo. Dat is mooi, man. Die slagboom hoeft ook niet meer omhoog en omlaag. Nee, daarom. Dit is toch niet. Klaas! Pom. Zo, drie helikopters al liefst.
ook gekomen. Zo, hier oh. Weer een helikopter uit de lucht. Hier oh, nog een helikopter uit de lucht. Spinnen jongen, spinnen met die kutmannetjes. Turn off the... En toen was hij dood. Dat is al sowieso niks. Een beetje groen. Oh, gaan we dat doen? Rijd je gunnen plat. Oh, zit er eentje hier hoor. Hier hoor, die had je daar hoor. Wat zijn we allemaal aan het doen, joh? Hier, oh. Zo, dat waren er twee in één klap. Dat
Even de goede oren. Even de goede oren. Voor de goede zaken. Heel goed, kind. Alle goede zaken, zegt dat kind. Ja, lekker te keer dat die Ramon gaat. Ja. Ja, het zijn die gieters die ze mee ook. Ja, ze zijn die niet nog lekker te veel. Als je zo'n beetje even iets pakken kunt, zullen ze meer kunnen gaan doen. Dat is heel super handig. Tip top top. Zo. Ik zag je achterhoede. Wat een beetje kut autootje. Rook een beetje. Kijk eens. Wat een mooie wegversperring. Hier. Ja. Ik kan een wegversperring houden, maar ik mag toch schieten. Dat is je nog niet. Ja, dat is de beuken, joh. Hier, oh. Maak je uit dat het een beetje klein is. Ja. Zo, die rijdt zo de zee. Die rijdt zo de zee in. Ik ben nog irritant aan doen hier. Oh. Zo! En dan piepen. Ja. Je zat bijna de lul. Ja. Dat is wel een beetje.
En hier pak aan. Ja, ik weet al waarom. Ramon, niet te dichtbij gooien, die dingen. Loopt die lul granaten te schieten? Ja. Je moet niet naar de voorkant schieten met die dingen. Zo! Hè? Ja, de geparkeerde auto's vliegen hier een beetje door de lucht heen. Ja. Wat de fuck, waarom kill je me? Even kriekjes in zijn gezicht. Ik kill je. Ik denk dat je hier je way out. Je hier way out? Je nam mij als eerste gehaald. Nee, echt niet. Jawel, zag je mijn beeldscherm. Nee, ik kill mij. Nee, natuurlijk niet. Jij zei, ja. Took the easy way out. En toen daarna deed ik ook, take the easy way out. Ja, maar toen zag ik ineens dat jij mij killde. Troef doet, hè. Wat? Hé, ik zag toch zelfs een beeldscherm, joh. Pink. Oh, gaan we dat weer doen, hoor. Wee. Wie is er nou nog mee aan het doen? Zo! Alweer niet. Dit is net ook al, dat is voor de volgende keer. Ja, nee. Check je zo, Pieter. Het is trots, zeg. Het is schrikkelijk, zeg. Gek van die droge kill. Als Ramon. We gaan naar Ramon toe. Ja, ga je naar. Ja, ik kom naar jou toe, Ramonski. Kijk, ik zie daar een heel mooi hek. Dat vind ik veel te mooi, dat hek. Kijk, dat hek dat hoort een beetje. Kijk, dat hek dat hoort een beetje zo te zijn, hè? Kijk. Kijk, Rob, dat hek hoort een beetje zo te zijn. Kijk. Zie je? Dat vind ik veel mooier, dat hek zo, hè? Hey, hey, lekker douchen, kijk. Wee, zo! Kijk dit, Rob! Rob, moet je dit kijken. Wee, kikken. Nou is het niet weg. Wat is weg? Ja, nou is het waterpijp nou niet meer. Ja, jammer man. Dat vond ik wel leuk. Ja. Zo, het sprong echt een paar meter de lucht in, man. Jammer man. Jammer Ram. Jammer Ram, on. Ram is hier op het strand, joh. Auw. Ik heb nog helemaal geen ene reet gedaan en ik heb alweer een waterster aan mijn broek hangen. Dat
Zo, de zwarte streep van het schieten, dat staat hier nog op de straat. Ja, dat kan wel. Dan moet gewoon even als anders doen. Let me see. Oh, zo. Dus leuke actie op jou, mooie actie. En super actie. Dat een idee, ik heb op je vijf gezeten. Wat een idee, ik heb het plek bij te doen. Mooi, hè. En ik heb het op je vijf gezeten. Mooi, hè. Gaat hij er gauw vandoor, hoor. En dood. En weer dood. En weer verder. En weer verder. En weer door. Laten we zeggen. En weer door. En weer verder. Mooi, hè. Dood. Mooi. Ik probeer niet niks. Dat is niet niks. Ja, die weet niet wat er is. Super. Mooi. Dat is niet niks. Ja, dat is wel mooi. Check. Zo, kut.
Yippee-ya-yo, en je krijgt een cadeau. Nou, het wordt nou kouder. Ik ga nou even het raam dichtgooien. Het wordt nou een beetje te koud. Zo, even het raam dichtgooien, want het is een beetje koud, hè. Ik ga hem zo ook weer neerleggen, hoor. Ik maak het niet te laat. Dat kan niet zo gisteren. Nee, dat doe ik sowieso niet. Ik ga hem zo neerleggen. Morgen weer vroeg op. Ja, hier nog eentje. Twee wel, maar één niet. Ja, je hebt weer geluk, hè. Ja, dat is een mooie. Twee nog een doel. Nee, joh. Ga nou gewoon zitten. Hé, Rob is weg. Rob is weg. Ja, ik zie niet dat die... Ik ga er vandoor, dus... Oh, ga er vandoor. Ja, ik ga er vandoor. Oh, kijk nou, wat een mooie zeiljacht. Kijk nou, ik ben met een zeiljacht aan het varen. Fucking mooi ding, jongen. Nee, maar jongens, ik zie jullie later, hè. Ja, is goed, ik ga hem ook zo neerleggen, want ik ben ook best wel moe. Dus... Hé, later! Hoi! Oh, jij hebt ook zo'n zeiljacht. Ja, ik heb hem ook inderdaad op dit moment. Mooi ding, man, hé. Ja, leuk is het niet. Ik vind het wel mooi om te doen dat. En dan nu nog in het echt nog. Zo zeggen ze, net zoals zoiets. Ze hebben nog gedaan, ik zeg ze. Dat is helemaal super. Oh, je kan hem ook nog toeteren op. Wat je dan zo zou zeggen, hoor. Ik heb er wel eens iets. Dan moet goed voor hebben, zo zou zeggen. Even checken. Rolandio. Even checken, zo weer. Zo, vaar is niet zo hard, dan kan je bijna niet bijbenen. die is al wel verder van gehouden te zoeken. Dat was goed. Zomaar een beetje. Ook weer niet. Wat? Tuut. Ik kijk er nog te. Tip tot top. Ja, wat een mooi zeiljochtje dit. Ja, dat is zeker niet verkeerd. Het heeft wel heel goed voor je vrienden. Dat is wel weer beter. Dan niet. Zo, even weer een draaitje maken. Je was super. Ja, hoe gaat het wel? Ja, hoe meer kan je met hem wel een boek maken? Dat is ook een beetje dikke. Ja, mooi actie. Mooi, hè. Wat? Mooi. Net als je goede vrienden, hè.
ook weer niet gekregen. Moet ook eens een blik van doen. Super. Dit is nog weer zo'n goede actie. Weer, even dat moet even een paar films op geschreven. Leuk ook zo weer van die. Ook weer niet gekregen. Goed actie. Het kan wel weer een beetje voor de vrouwen. Hij zou ondertussen even gaan zeggen. Ja, mooi ja. Ik moet natuurlijk een vrouw voor de goede ordens. Dat wil ik niet, maar wel goed. Top u en op je. Voor de goede acties. Ik kan daar een broek klimmen. Nee, ik kan er niet mee. Moet je voor de goede. Voor de goede dingen doen. Oh, ook goed. Ook weer niet niks. Dat je de baat, die gek. Hij ging gewoon een beetje. Ik had een koekboek of zo. Hij ging gewoon. Koekoek. Ik wil geen van alles. Mooi actie. Maar ik wil ze zeggen ook. Even checken voor de goede orde. Ik heb de. Goede orde. Klootzak! Kerelij, hè? En dan krijg je een foto goed. En dan krijg je een foto goed. Kerelij, hè? Even kijken, wat er hier gebeurt. Ik ben voor de goede dingen gebeuren. Een mooi actie lekker. Tering. Als het lukt, wat. Oh, pluk er weer af, godverdomme, pluk er weer af op mijn boot. Dat is minder, zal ik zeggen. Ik pluk van die boot af. Dat is echt minder mooi, zal ik zeggen. Dat is wel een voordeel, als je dan op de boot gekleed bent, dat je gewoon. Dat weet ik ook niet, dat kan makkelijk, maar. Ook weer niet gek, dat kan lang niet ook. Dat is niet mooi. Ja, dat is een goede. Goeie actie, dat is wel. Het kan maar weer zo'n goede actie, maar. Even een goede actie die door. Even checken. Maar die dit is iets te weer ook. Even checken. Oh, fuck. Even check in de natuur. Moet je vragen. Maar jongens, is het wel goed.
Godverdomme, ik ben aan de andere kant dood geschoten, man. Ja, ik ga hem weer neerleggen, jongens. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Dit was weer de video voor vandaag. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groetjes van deze kant. En tot de volgende GTA video maar weer. Bedankt Rob, die is al weg inmiddels. Bedankt Ramonskiet. Ramonski. Ja, we gaan er vandoor, hè. Dus. Het is alweer welletjes geweest voor vandaag, hè. Het is alweer welletjes geweest. Hé, wat ben je aan het verliezen ineens? Voor de goede verandering, hè. Hoe ben jij dat vliegen, Ron? Ja, vliegen is een beetje. Even een flesje. Dat wat goed, maar even anders. Even checken. Staat hier een helikopter of een boot van de politie staat hier in de brand. Oh, hij is gezonken. Ja, goed. Jongens, tot de volgende video maar weer. Bye bye. Hoi.